Hallo allemaal, welkom bij deze aflevering van Let's Talk. En vandaag staat op het programma Aida Cartagena. Cartagena, denk ik. Hey, Aida Cartagena. Een prominent Afro-Latijnse dichter. Zoals ze dat noemen, Afro-Latijns. Romanschrijfster en echt een intellectueel mens. Ze was geboren in Moca in de Dominicaanse Republiek. Pak iets te drinken, pak iets te eten als je wil. En let's get started. I am bathing in the incense smell of Paolo Santo. So, you know, take it back to Paolo Santo. Altijd lekker. Wierook in de ochtend, kopje koffie. Let's get it. Maak je klaar. Aida Cartagena. Zij is een vrouw die ooit is, net als we al eerder een keertje besproken hadden in een van de andere Let's Talk onderwerpen, negritudebeweging, hebben we het al een keer over gehad. Nou, zij was ook al, leefde zij dus in de Dominicaanse Republiek, eigenlijk wel een voorstander van de negritudebeweging. Zij heeft dat eigenlijk groot gemaakt in het Spaans sprekende deel van de wereld, de negritudebeweging. En even een refresh, a little refresh, hè, on the negritude movement. Ja, de negritudebeweging is eigenlijk altijd geweest, is nu nog wel een beetje, was een beweging die tegen het anticoloniale en culturele, die voerde eigenlijk een strijd tegen het kolonialisme. En dat was een vrij politieke strijd. En die is opgezet in Frankrijk. En daar sloten zich voornamelijk mensen met een vanuit het Afrikaanse continent, maar ook mensen met een Caribische achtergrond bij aan. En dat waren veelal studenten, want het is begonnen als een studentenbeweging. If you do not know of do not remember, check de negritudebeweging. Ik heb ook een aantal mensen, de oprichters, besproken in de Let's Talk afleveringen. Go and check it out, hè? Do you know? Hey. De professor, because she studied, professor Cartagena was eigenlijk ook een groot member en heel vroeg lid van La Poesia Sorprendida. Of La Poesia Sorprendida. Excuse my Spanish, yeah? It's a little rusty. anyway, it's called Surprised Poetry. Dus eigenlijk verrassende poëzie. En zij zijn eigenlijk internationaal bekend als een avant-garde literair tijdschrift. En ze zijn gevestigd in de Dominicaanse Republiek. Dit blad publiceerde kleine verhalen, korte verhalen, kunstwerken, essays. En niet uit heel, maar niet uitsluitend vanuit Latijns-Amerika. Er werden ook wel andere dingen gefutured in dat magazine. En het was nogal lastig om als artiest of als kunstenaar je eigen stem, of als schrijfster, dichtster, je eigen stem te laten horen. Omdat er toentertijd nog een dictateur van Rafael Trujillo was. En La Poesia, Poesia Sorprendida, publiceerde veelal de werken van Aida Cartagena. En zij gaf haar dus de bekendheid als schrijfster binnen de internationale gemeenschap. Omdat dat tijdschrift ook verder dan de Dominicaanse Republiek werd gelezen. Eigenlijk in heel Latijns-Amerika en daarbuiten. Ja, ze heeft eigenlijk een hele ongebruikelijke carrière, of best wel grote openbare carrière gehad voor mensen in haar tijd. En in haar plaatsen. Ze heeft, zoals ik net al zei, een universitaire studie gedaan. Ze is daarna voor de doctoraal naar Parijs gegaan. En in Parijs is ze zich gaan specialiseren in museologie en de kunsten.
En de arts, that's where I come in, hè? De arts, de arts, I like. De arts is me. Wie is de arts? Oké. Terug naar Aida. Ze heeft eigenlijk een heel bijzonder boek beschreven, wat nu eigenlijk ook heel leuk is in deze Pride Weekend, because I didn't forget you people. Pride! Stand up for pride, people. People are people. It's about the human being inside, eh? Not about whatever preference, gender or whatever. First place, we're human. We zijn mensen in de kern. We zijn eerst mens, voordat de rest. Snap je? So be gentle to people. Just be gentle to whatever people. And you know, say something nice. It's Pride Week. Come on. We have to. It's nice. We're people. We are people. We are people. We are the same. Keep on telling you that. So, put my fist up for Pride this week. Pride people, I see you Pride Week. Okay. Back to Aida, hè? Want waarom ik over haar begon, is zij heeft een hele belangrijke roman geschreven. En in haar roman, ja, beschreef ze eigenlijk hoe traditioneel haar moeder was over de genderverwachtingen. Dat was de bridge, hè? Pride Week genders. Oké. En ook dat ze, ja, haar vader vond dat ze heel erg liberaal was, heel erg liberaal dacht. En dat steunde hij ook. Maar haar moeder was dus iets conservatiever en iets traditioneler over wat er verwacht werd van een vrouw. En zij heeft daar een roman over geschreven. Do not shoot me, eh? I'm trying to say this in Spanish. Escalera para Electra. En dat poetry talks about, the local community and, traditional faces, liberal faces traveling the world, that book. So if you want to know more about that, read it. Weet je, ga het lezen. En krijg een idee over de reis die zij meegemaakt heeft in haar leven. En die haar gevormd hebben. Haar geest hebben gevormd, haar ziel hebben gevormd. Het mooie aan haar was, is dat zij op verschillende lagen zich bewoog. Dus ze bewoog zich tussen de, ja, wat ze noemen, cosmopolitische kringen. En ze heeft heel veel contact gehad met een aantal beroemde Amerikaanse intellectuelen. Ze heeft een hele hoop kunnen delen, kunnen overdragen. En ze heeft zichzelf eigenlijk tot de vrouw gemaakt die ze was. En ze heeft gezegd dat haar sleutel tot haar opleiding eigenlijk en haar ontwikkeling als schrijver meer zat in het reizen en haar relaties dan in de boeken die ze schreef. En akkoord, zij zei dus: ik denk niet dat een dichter wordt geboren, de dichter wordt gemaakt. Isn't that nice? She says, I do not think that a poet that a poet is born, but a poet is made. Oh, I love that. Let's marinate on that a minute, for a minute. It's nice. Ik denk niet dat een dichter wordt geboren, een dichter wordt gemaakt. I'm just going to put it out there. Do you think that is the same for all artists? Do artists not be are artists not born, but are artists made? Worden artiesten eigenlijk gemaakt en niet geboren? Like a theater maker or like an actress like me, eh? Am I born to be an actress or am I made by, all the traveling and all the experience that I have gathered in my little life that I'm living up till now?
Hey, about to blow up. Watch me. Watch me. Hey, then I watch you too. Because together we will rise. Just think about that. Let me know in the comments, what you're thinking. Laat het even weten. Hoe denk je erover? Wordt het gemaakt of word je zo geboren? Nice question. Think about it. Aida werkte ook in de Dominicaanse Republiek voor UNESCO, waar zij als hoogleraar kunstgeschiedenis en archeologie werkte. En zij ook aan het AUSD, de directeur was van het Antropologische Museum. So she did a lot. Ze heeft heel veel gedaan. Heel veel gedaan, deze vrouw. Dus als je haar. Ze heeft ook verschillende boeken, bundels gepubliceerd. Yania Tierra. En dat was in 1981. En daarin, dat was ook wel een bijzondere, die wil ik ook even aanstippen. Dat ging over een vrouwelijke personificatie van de natie, van de Dominicaanse Republiek. So that's a nice one, hè? She wrote the book Yania. Hey, that could be Yania Tierra. And that is about the personific. Ooh, did you hear me? Personification of the nation of the Dominican Republic. So that's a nice one to go and watch and look. This was just a great woman to know. Deze vrouw moet je ook leren kennen. Ga haar opzoeken. Ga dingen van haar lezen. Dichtbundels. Zoek een tijdschrift op. Weet je, ga kijken wat ze met haar leven heeft gedaan. Want zij is ook een van de schouders waar wij ook op mogen staan. And give her that credit. Ga haar opzoeken. Nou, Aida Cartanega. Did I say that good? I think I did. Yeah. Sounds better every time, eh? I say it. Aida Cartagena. Nou, tot zover. Aida dus. Volgende week in Let's Talk gaan we toch heel eventjes hier blijven in die poesia of poesia of poesia. Sorpend. No? Poesia sorpend. Prendidi. No. That was funny. Poesia sorprendida. Poesia sorprendida. That's it, eh? I do not just make fun of people. I also know how to say it, actually. So we're going to stay in that. We blijven daarin. En volgende week behandelen we dus in Let's Talk Franklin Mises Burgos. Hij is een dichter, een verteller. En hij onderscheidt zich heel erg in de nauwkeurigheid voor techniek. I'm very, very, very excited about this person. Because he managed, het heeft het voor elkaar gekregen filosofische concepten te mengen en zijn existentiële tint te geven. Wow. Existentialism. I think it's in English. So. You know, we're going to put the philosophy with the technique and see what this poet has to tell us next week in Let's Talk. Volgende week dus. Tot zover deze aflevering van Let's Talk. Ik ben Barbara Willemsen, actrice, theatermaker, creative writer en onderzoeker. Ik weet niet alles, maar samen weten we sowieso meer. So let's talk. En ik zie jou volgende week. Have a good one. Have a good Pride.